Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij zitten in de auto onderweg naar Frankrijk. Lekker surfbordje mee, wetsuitje mee, let's go! Even een stop, jongens. Even een wat langere stop deze keer. Even chillen, beentje trekken. Strekken en rekken. Nou jongens, we zijn aangekomen bij ons eerste huisje. Echt enorm pittoresk Frans, heel schattig huisje en heel leuk omgevingtje. De auto staat gewoon op de weg, dus dat vind ik niet per se heel fijn, maar wel prima, want ik kan hem gewoon zien vanaf hier. Dus dat is top. Dus hier slapen we even een nachtje. Ik zal het even laten zien. Heel schattig klein. Daar is nog een beetje nuttig. Beetje oud. Dan heb je daarachter nog een badkamertje. Zeer cute. Bon appétit. Bon appétit. Deze morgen. Het is vandaag. Wat voor dag is vandaag? Dinsdag? Het is vandaag dinsdag en wij zijn wakker geworden in ons huisje. Ik heb heel goed geslapen. Sienne, redelijk. Dus dat is op zich prima, want ik moet rijden. Dus ja, zij kan lekker slapen in de auto als veel. We gaan zo lekker ontbijten en dan rustig gaan weer op pad. Hoi allemaal, we zijn even gestopt om te tanken en even wat eten te halen. We staan hier bij een Intermarché. Het is altijd leuk, deze Franse supermarkten, want het is gewoon echt een heel uitje op zich. Het is gewoon heel winkelcentrum voor je gevoel. Superleuk. We hadden even lekker drinken gehaald en even een stokbroodje ligt er achterin. En natuurlijk lekker croissantjes. En ik zag beignets liggen die tot vandaag zeg maar goed waren. Dus die waren in de korting, anders moesten ze weg. Dus die heb ik lekker even gehaald. Dus helemaal prima. En dan gaan we zo even kijken of we in één keer door kunnen dan nu naar de B&B. Ik denk het wel, maar we gaan even checken. Zijn we aangekomen op ons volgende plekje. En wat voor plek? We hebben dus twee persoonsbedden. Dat vind ik pure luxe. Heel lijp. We zitten dus hierboven bij een kamer. En dan is hier de badkamer. Helemaal prima. En dan is dit officieel nog een andere slaapkamer. Die is nu niet bewoond.
Avondeten met Sika en Shen. Noedels. Stokbrood. De vascrie. Chips. Croissantjes. Beignets. Vanaf morgen eten we weer groenten. Hey guys, ik zit gewoon in mijn tent. Wij hebben onze tent hier staan. We zitten op onze camping in Limizan. Voor ons is het echt wel heel veel uren later, voor jullie nog niet. Maar ik zal even een rondje doen. Goedemorgen allemaal, vanuit het mooie Limizan op een vroege ochtend op de camping. Nummer 1. Willen wij onze ervaringen? Sika is bezig met het brood. Ik weet niet of je er nu op staat. Ja, ik zie iets. Ja. Willen we iets delen over de ervaring van deze nacht? Ja. Graag ook wel, denk ik. Nou, jij maar. Nou, wij gingen slapen. En op 4 uur 's ochtends hoorde opeens een stuk of 6 jongeren keihard gillen en brullen en noem maar op. Muziek aanzetten, muziek. Muziekbox, gewoon keihard. Keihard. Ik moest wel zeggen, op een gegeven moment dacht ik, oh, lekker een beat te gaan. Nee. Ik heb het heel even gedacht. En toen dacht ik, wat een eikels, doe even normaal. Nou, ik denk dat ze slim waren, want ze gingen hier naar het meer en dan ben je net van de camping af. Ik weet niet of je mij ziet. En ik denk dat ze daardoor dachten dat ze niet echt onder de regels van de camping vielen, zeg maar. Maar ja, je hoort het nog net zo hard op de camping. Het meer is letterlijk naast de camping. Ja, dus dat was pittig. We zijn alweer een tijdje terug bij onze tent. Even gechilled, even een boekje gelezen. Ik heb nog zelfs even een duik gedaan in het meertje. Even opgefrist. En we gaan zo eventjes wat eten maken. Of in ieder geval zorgen dat we iets te eten hebben. En ja, lekker genieten van ons avondje hier. Morgen gaan we dan weer door naar omgeving Bayonne. Ligt vlakbij Biarritz. Dus helemaal chill. Goedemorgen mensen, het is vandaag vrijdag en wij gaan alles weer inpakken en op naar ons volgende plekje. Zo jongens, besef even dat wij in 40 minuten deze tent hebben opgeruimd en onze spullen allemaal helemaal spik en span. Alles past in 1 keer in de zakken, in de auto. Helemaal top. Het enige nadeel is wel dat we nu veel te vroeg klaar zijn. En met veel te vroeg bedoel ik, tussen de middag gaan de meeste campings dicht. Dus, en het is niet zoveel rijden naar de volgende camping, dus dan komen we aan op het moment dat de camping dicht is. Dus dan kunnen we niks. Dus we moeten onszelf nog even vermaken. Welkom bij de Sika is aan het kijken of deze parasol is waar zij voortaan onder gaat liggen.
aangezien ik dus mega verbrand ben. De vrouw is gisteren even heeft in de zon gelegen en kwam terug als een kreeft. Dus en vandaag is het lekker bewolkt. Dus. We zijn inmiddels weer aangekomen op onze camping in Bayonne. We hebben inmiddels ook al de tent opgezet en even een duik wezen nemen in het zwembad, want het is allemaal super heet. Ik zal heel snel de tent laten zien en wij gaan zo lekker even ergens wat eten. Mooi plekje hier. En daar is het zwembad. Nou, deze avond was echt een flop. We wilden ergens gaan eten. En we kwamen sowieso in het straatje. Het was echt een heel raar straatje. En toen kwamen we bij het restaurantje. En toen zat er niemand binnen. Dus we dachten, nou, gaan we er ook maar niet in. Toen dachten we, ja, wat nu? Het was al best wel laat en had honger. Dus we dachten, nou, dan gaan we maar naar de Mac. En daarna zat gelijk een supermarkt. Dacht, nou, doen we daarna nog even snel alle boodschappen. Maar ja, niet kijken naar de tijden. Was die supermarkt al dicht. En alle supermarkten zijn al dicht. Dus, oftewel, we hebben weer slecht gegeten en geen boodschappen verder. We doen even een rondje camping. Je hebt hier ook een kabelbaan en een heel klimbos en weet ik wat allemaal. Eén keer raden wat wij gaan doen. Hoi mensen, het is vandaag dus zaterdag, denk ik. Ja. We hebben even een lekker tranquille ochtend gehad. Lekker uitje naar de supermarkt. Heerlijk, vind ik tenminste. Shannon volgens mij ook minder. dus dat is helemaal prima. En net lekker eventjes knakworstjes gegeten. En we gaan zo dus lekker naar het strand. Het is erg bewolkt vandaag. Ik weet niet of je dit kan zien. Maar dat mag het pret niet drukken natuurlijk. Vandaag kunnen we beter nog even genieten van deze temperaturen, want vanaf morgen wordt het 34 plus. Dus erg warm. Hey guys, na een heerlijk dagje strand, of tenminste middagje strand kan ik beter zeggen, is het weer tijd om te koken. Dus dat gaan we maar even lekker doen. Half negen jongens, maar we kunnen eten. Eet smakelijk! Goedemorgen mensen, het is vandaag zondag en
Jen is al even naar de yoga gegaan en ze is niet teruggekomen, dus het gaat blijkbaar door en ik ben echt heel benieuwd hoe ze dat vindt. En ik ben even lekker rustig aan het opstarten, ga zo even ontbijten en dan als zij terugkomt van de yoga kan ze even omkleden en gaan we lekker naar het strand. Het wordt vandaag echt heel erg warm, dus we dachten als we nou een beetje op tijd naar het strand gaan, lekker ons ding doen daar. En dan eventueel misschien vanmiddag weer lekker hier bij de camping, wat meer in de schaduw, misschien bij het zwembad, een beetje verkoeling zoeken. Dus we gaan het zien. Goedemorgen, had ik nog niet gezegd. Je was aan het filmen. Ja, in spanning. Of die aanging of niet. Wij hebben ons surfpakje al aan, zoals je kan zien. Het wordt vandaag lekker warm, dus wij zijn ook zomers gekleed vandaag. Nou, voor mezelf best winters gekleed, van mijn gevoel. Ja, oké, maar voor in het water zijn we best zomers gekleed. We gaan lekker surfen, dus daar gaan we nu naartoe. Ja, dat wilde ik eigenlijk even mededelen. We gaan nu rijden en hopen we geen kinderen aanrijden.